Goedemorgen allemaal, het is zondag en we hebben een lekkere zondagochtend. Het is alweer bijna middag, bijna. Ik heb hier croissantjes in de oven en van die kaneelbroodjes van de IKEA. Mark is lekker aan het gamen. Je bent veel te donker om, dat is maar goed, ga maar even daar staan. En dan, maar ik weet niet. Oké. Even kijken, ik ga dit maken. Ik dacht, nou, laat ik nou zo'n mix kopen, kijken of het wat is. Ik zie wel. En we krijgen vanmiddag bezoek, dus dan moet je ook eventjes wat lekkers kunnen aanbieden. Nu wel lekker aanbieden. Er zou een vriendinnetje bij Matteo komen, maar volgens mij is er elke keer een beetje miscommunicatie. Dat is niet zo erg, want je weekend is altijd een beetje druk tussen haakjes. En wij krijgen nu ook weer heel erg bezoek. Dus heel erg bezoek. Wij krijgen nu ook bezoek. En misschien dat die mensen ook onverwachts bezoek krijgen. Weet je, dat soort dingen. Dat gebeurt gewoon. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als zij eens een keertje bij elkaar komen. En ook daadwerkelijk gaan doen wat ze willen gaan doen. Want dat zijn ze eigenlijk al een paar weken van plan. Maar goed, dat komt ook allemaal goed. De katjes, het gaat. Smiley moet nog steeds heel erg wennen. Die heeft er net heel even beneden gezeten. Maar die, ja, die is gewoon, die blijft angstig. Ik heb ook het gevoel dat, ik weet niet of ze heel erg leuk behandeld is in het huis hiervoor. Dus niet in het asiel, maar gewoon hiervoor. Maar ze is heel erg, nou, ze moet heel erg wennen. En Susie die doet net alsof ze hier de koningin is, zoals ze er ook uitziet. Die gaat hier gewoon liggen op de bank, zo breed. En weet je, dat is allemaal helemaal prima. Dus dat is goed, alleen Smiley heeft gewoon veel meer tijd nodig. Ik ga nu eventjes aan de slag en ik zie jullie zo direct weer. Doei doei. Daar is die. Weet je waar ik altijd vrolijk van word? Inzoomen. Altijd, ja, ik ben ingezoomd. Meeuwen die stampen op de aarde. Altijd word ik daar vrolijk van. En eigenlijk is het altijd als ik in de auto zit, rij ik langs zo'n heuveltje. En daar zitten er meeuwen. En daar zitten er een heleboel meeuwen en die zitten dat te doen. En ik word er altijd heel erg gelukkig van. Weet niet. Dat is gewoon, weet je, het zijn de kleine dingen die je doet in het leven. Oeh, ik ben heel erg ingezoomd. Wacht even. Ik zei dus de kleine dingen die je doet in het leven. En weet je waarom ze dat doen? Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van deze geweldige uiting van de meeuw. Maar dat doen ze dus. Dan stampen ze op de grond. En dan komen er die wormen die komen omhoog. Want die denken dan dat het regent. En dat is hun manier om aan eten te komen. Dat vind ik ook gewoon trouwens, afgezien van dat ik niks met meeuwen heb. Vind ik dat gewoon, het is toch briljant, Mark? Dat ze gaan stampen op de aarde om regen te simuleren. En dat ze dan, zodat de regenwormen omhoog komen. Ik vraag me even af, hoe is de eerste meeuw erachter gekomen? Toch. Dat is het. En vervolgens, dat leren ze van elkaar. En het is toch hersens. Kinderen leren dat ook en zo. En dat, ja, zo blijft het. Want ze doen het allemaal. Ja, het is echt, het is meesterlijk. Het is fantastisch om te zien hoe dat gewoon een bewijs is van natuurlijke evolutie. Ja, precies, absoluut. Dus maar goed, dus daar kan ik heel gelukkig van worden. En Mark blijkbaar ook, misschien iets minder gelukkig. Hij praat nu een heel klein beetje zo van, tuurlijk vrouw, maar ik word er heel erg gelukkig van. Nou, ik heb de cupcakes gemaakt. Die liggen klaar. En ja, wat was ik eigenlijk aan het doen? Oh ja, ik ben heel erg aan het editen. Ik ben nu bij donderdag. Dus ik ben goed lekker bezig. Zodat ik, nou ja, weet je, soms vergeet ik ook wel eens te editen. En dan komt het opeens. Dat is dus de reden. Hè? Als het zomaar een vlog om 8 uur of om 9 uur, dan ben ik gewoon vergeten te editen. En wat ik ook nog even wilde zeggen. Ik vergeet gewoon soms de vlog af te sluiten. En dan stopt de video. Stopt gewoon. Weet je, midden in iets. Dat je denkt, nou, dat is wel heel erg abrupt. Take it or leave it. Want ik kan natuurlijk ook beslissen om dat videootje dan gewoon helemaal niet up te loaden. Omdat ik geen leuke achter, zeg maar, een afscheid heb. Een leuke afronding. Afronding, dat was het woord. Of jullie krijgen gewoon een filmpje en dan abrupt. Weet je, dat is gewoon leuk. Dat gebeurt niet heel vaak. Heel vaak zeg ik ook de volgende ochtend nog eventjes. Ik sluit nog even de vlog af. Want dan sluit ik hem tenminste af. Maar heel vaak vergeet ik hem ook. Dus sorry, sorry. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Dit is onze Smiley. Hi Smiley. Ga je nou weg? Omdat ik je film. Ben je camera schuw? Goedemorgen allemaal. Dag Smiley. Zien jullie Smiley ook? Smiley die moet gewoon nog heel erg wennen. Die is gewoon, hé, hey, meisje. Ze moet heel erg wennen.
Maar ja, dat is niks aan te doen. Dat is nou eenmaal zo. En dit is onze Susie. Susie is al helemaal gewend. Suus! Hey, mooie meid. Dag, een mooie meid. Ja, jij vindt het allemaal wel prima, hè? Het is allemaal helemaal gezellig. Het is 7:55. Mika voelt zich niet zo heel erg lekker. Maar ik vind dat hij zich maar heel even moet verzetten. Als het dan echt niet gaat, dan gaat het niet. Maar hij voelt zich zwak. En, niet fijn. En hij voelt niet warm. Dus hij heeft geen koorts of zo of griep. Maar ja, ik weet je, met dit soort dingen weet ik nooit zo heel erg goed wat ik moet doen. Ik heb hem net gewoon zo, mijn hemel. Wat echt, die reclames die zijn altijd zo hysterisch. Sowieso al die kinderseries. Weet je, ik weet nog dat ik vroeger, dat mijn moeder dan zei, waarom moet het allemaal zo hard en hysterisch? En dat ik dacht, nou, het is toch helemaal niet hard en hysterisch. Maar nu denk ik dus echt precies hetzelfde. Ik ga hem zo dat ik wel gewoon naar school sturen. Ik geef hem kusjes en knuffeltjes en zo. Hij ligt op, ik ga hem niet filmen, want het is gewoon niet zo heel erg leuk voor hem. Ik heb een vrij drukke dag. Eerst ga ik even wat thee drinken met een buurvrouw die een beetje beledigd was dat ik al een tijdje niet langs ben geweest. Ik had het gewoon heel erg druk. En zij heeft zelf ook niet echt een sms, maar dan denk ik, ja, u bent een oudere vrouw. Dus daar ga ik dan verder niet iets van zeggen of zo. Maar ik denk het dan wel. Dan denk ik, ja, weet je, jij hebt ook de afgelopen maanden nooit ge-sms'd. Maar goed, het moet van twee kanten komen. Maar ik ga thee met haar drinken. En dan vanmiddag... Ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij een asiel. En ik ga vanmiddag voor het eerst naar naartoe. En dan ga ik kijken of ik daar meerdere keren per week naartoe ga. Hoe en wat. En ik vind het eigenlijk wel heel erg spannend. En als het niet, weet je, matcht met hoe, weet je, mijn leven. Het klinkt een beetje raar, want dit is van 2 tot 4. En Mika is natuurlijk om 3:15 thuis. Of uit. Maar hij heeft bijles op maandag. Dus dan maakt het niet zo heel erg veel uit. Want ik merk, ik was de afgelopen 2 keer bij bijles was ik erbij. En dan is hij toch een beetje afgeleid. Dus dat is niet zo heel erg. Maar goed, moeten we maar even kijken hoe het loopt. Dus dat ga ik doen. En ik weet niet of ik de camera kan meenemen. Ik denk het niet. Het is een beetje raar. Maar goed, en dan ga ik verder een beetje om en in het huis rommelen. Dat is ook leuk. Voel je je niet lekker, schat? Ik had je naar school gestuurd, hè? Toen heb ik je ook weer mee teruggenomen, hè? Ja. Nou ja, je ziet er ook niet heel erg fit uit. Maar gelukkig heb je Susie. En hier, kijk. Dag, meisje. Ja. Jij zit hier ook al de hele dag, hè? Gewoon. Met je dikke but. Jij hebt wel echt een hele dikke kont. Ik kan niks anders zeggen. Jij ook, maar er zit heel veel fluff bij. Ik heb lekker een film opgezet, hè, mop. Harry Potter, het ene laatste. Ja. Wil je een kopje thee?